Nou, welkom allemaal. Goedenavond ook voor de mensen die nu live aan het meekijken zijn via Facebook. Of voor de mensen die dit misschien nog terug gaan kijken via Christ Channel. Vandaag gaan we Openbaring behandelen, de zesde brief aan de gemeente Philadelphia. En zometeen nog een gedeelte, dat is de brief aan Laodicea. Laodicea. En ik ben hier samen met Dorothea en Maria. En Maria, ik wil jou graag vragen als jij de zesde brief zou willen voorlezen uit Philadelphia. Ja, zesde brief aan Philadelphia. Dat staat in Openbaringen 3, vers 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagogen van Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld zal komen zal. Om hen die op aarde wonen te zoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat het horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ja. Nou, Dorothea, als je dat zo hoort, wat zijn jouw eerste opvattingen van deze brief? Ik denk dat deze gemeente, is wel oprecht, zeg maar, naar God toe. En dat zegent de Heer dus ook door een deur te openen voor hun. Kijk, en er staat hier dat ze weinig kracht hebben. Maar in jezelf kun je weinig kracht hebben. En als de wereld naar je kijkt, kunnen ze zeggen van, nou, het stelt niet veel voor. Maar in God beoordeelt dingen anders als dat mensen doen. En daarom beloont de Heer hun, denk ik, er ook mee door een deur te openen. Dat mensen naar hun toe zullen komen die het evangelie zullen aannemen. Hij zal ervoor zorgen dat hun hart open zal staan om de waarheid van het evangelie te horen. En daar zegent de Heer deze gemeente mee. Dat is in ieder geval het eerste wat je hieruit kan opmaken. Ja, en als je een soort van titel zou moeten geven van wat vraagt God eigenlijk aan deze gemeente? Iets aan te praten. Vragen? Ja, heeft hij een bepaald verzoek of komt dat er niet echt uit voor? De Heere die zegt wel dat je echt moet blijven volharden. Hè? Dat is heel belangrijk. Opdat niemand uw kroon nemen. Kijk, ook al ben je trouw aan God, ook de trouwste gemeente, toch moet je blijven strijden tot het einde toe. Want anders kan je alsnog de kroon verliezen. Ja, en op wat voor manier houdt deze gemeente, zeg maar, eigenlijk God in hun midden?
Want in zekere zin doen ze dat natuurlijk, want God heeft er niet heel veel op aan te merken. Ze hebben weinig kracht, maar ze hebben God wel. Ja. En waardoor houden ze hem, zeg maar, bij zich? Ik snap de vraag even niet hoor. Snap jij de vraag wel? Waarom ze... Waarom dat God, zeg maar, bij hun blijft, zeg maar. Waarom dat God hun het zo goed vindt van wat ze doen. Wat doen ze goed? Ja, ze verloochenen hem niet. Dus ze erkennen Jezus. Ze sluiten hem niet buiten. Ze houden hem binnen. Ja, want dat denk ik. En wat was nog meer je vraag? Dat het van... waarom zij... Ik denk ook dat het met hun volhardend geloof te maken heeft. Ja. Ja. Dat ze ondanks alle moeite, dat ze trouw zijn gebleven aan de Heer, terwijl ze weinig kracht hebben. Ja. Dat volharden is ook heel erg belangrijk. En God zegt ook, ook in die laatste verse van, blijf mij ook inderdaad verwachten en blijf dus ook volharden tot aan het einde toe. Want wie overwint, ja, die zal ik maken tot een zuil in de tempel. Dus de Heer heeft de allerlei beloftes van dan zal ik je eren en dan zul je een plaats krijgen in de gemeente des Heren. Ja, dus voor de mensen die dit dus nu kijken, wat zouden zij hieruit kunnen meenemen? Ja, blijf trouw aan de Heer. Ook al is het moeilijk, ook al heb je veel tegenstand. En kijk, hier zegt God ook, hij heeft het ook over de verzoekingen die over de aarde zal komen. Kijk, dat gebeurt nu ook denk ik al wel op sommige plekken op de aarde. Kunnen ook al gemeentes verzocht worden. En voor die gemeentes kan het ook net zo goed heel zwaar zijn. Maar straks dan zal er een gigantische verzoeking over heel Gods volk komen. En dan is het heel erg belangrijk om dan trouw te blijven aan de Heer. Dat je... Maar Jezus heeft ook een belofte gegeven dat hij ook, ook een troost, dat hij hen ook zal bewaren voor de verzoeking. Dus als je hem trouw blijft, de Heer zal dan jou ook beschermen. Daar geloof ik ook in. Ja. Maria, nog iets toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Het spreekt wel van voor zichzelf eigenlijk. Ja. Dat deze gemeente eigenlijk, zeg maar, gewoon de wil van God doet. En als ze dat blijven doen, dan worden ze daarvoor beloond. Ja. Er zit een belofte bij. Eigenlijk heeft Jezus daar niet zoveel op aan te merken. Ja, ik denk dat het ook wel goed samenvat. Ik zou er eerlijk gezegd ook niet echt veel nog aan kunnen toevoegen. Dus ik denk dat we het hierbij ook, als we het kort samenvatten, zijn het dus mensen die dus volharden en in Gods woord blijven en niet verloochenen, ook ondanks de zwaardere omstandigheden. En dat het belofte is dat in het nieuwe Jeruzalem en het nieuwe koninkrijk waar God mee terugkomt, dat hij een blijvende cel... als je overwint, dat je dus een blijvende cel in zijn gemeente krijgt. En daardoor het eeuwige leven. Dus ik denk dat dat ook een mooie bemoediging is voor de mensen die leven volgens Gods woord en niet verloochenen. Blijven volharden, ook in deze tijd. Dat het misschien ook voor sommige mensen nu al, die online kijken, ook misschien moeilijker wordt. Hou vol en blijf volharden. En ik wil je bedanken voor jullie aandacht. En... Ik wens jullie nog een fijne avond.